gezien. Waar is Juman? Tja, jongen. Ruikt hij lekker? Ja. Dobbelsteen is voor. Het is altijd zo'n... Eens vasthouden. En dan... Ja, tijd om weer de dobbel... Luxie mag gooien. Nou, jouw kamer. Waar is... 19, 19. Best dat Luxie. Want hij is een groot... De dag bepaalt door... Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En jawel, je ziet het goed, Woezel en Pip. En Luan en Lucilla in de Woezel en Pip pak. Die zitten heerlijk hier bij papa beneden. Ja. We hebben uitgeslapen, het is 9 uur geweest. Mama en Luxie worden volgens mij net wakker. En ja, kijk vandaag weer gezellig mee. Dus we zullen blij weer thuis te zijn. Ja jongen, ach, bijkomen. Er moet bijkomen van een lange reis, zie je dat? Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Ja, we hadden hem net al met Lucilla en Luan over. Oh, leuk dat ze samen ook weer te mogen doen. Ja, het is 9:30. Heb je lekker geslapen? Ik heb heerlijk geslapen. Lucilla, in ons eigen bed. Kom papa, word je wakker? Ja. Ik ben er met Lucilla om 8 uur uit. Ja, nou, Lucilla was ook al vroeg wakker, maar die sliep daarna weer gelukkig. Ja, dan zit je wel lekker uit. Mooi, ja, heerlijk weer te slapen in ons eigen bed. Dat mis ik eigenlijk wel altijd. Natuurlijk, het is heerlijk om op vakantie te zijn. Maar als je dan weer thuis bent, is het altijd wel weer lekker om in je eigen bed te slapen. En ze hebben vannacht gewoon ook met z'n allen, want we hebben een heel groot familiebed, met z'n allen in het grote familiebed geslapen. En dat is super lekker altijd. Hè, Siel? Ja, en Lucilla heeft mij hier op de bank gelegd, kijk, met een dekentje over Woezel en Pipje. Hier dan. Kijk. Hebben we hier een Woezeltje. En een Pipje. En we hebben hier een Pipje. Twee Pips. En Luxie? Ja, jij ook. Ja. Je hebt een thuispak Pip aan. En Melil, kom dan zo erbij. Ja. Zie je? Ja. Dat is Pippi. Heb je lekker geslapen? Luxie, die maakt weer gekke gezichtjes. Wat doe je allemaal, Luxie? Lieve fans, dank jullie wel. We zijn genomineerd in de top 3. Alle drie de categorieën. Ja. Beste YouTuber, Instagrammer en beste liedje. Nou. Ja, heel erg leuk. Superleuk. Ja. Dankjewel voor al jullie stemmen. Heel erg. Wij gaan natuurlijk naar de uitzending. Super spannend. Dat is 29 februari. En leuk nieuwtje. Luan en Lucilla mogen mee in de uitzending. Ja, die mogen ook mee. En Luxie mag met Kelsey backstage blijven. We gaan vandaag gewoon weer lekker chillen op de bank. Ja, absoluut. Niks op de planning. Absoluut. Jawel, we hebben wel een planning. We moeten wassen draaien. Ja, wasje. En was het dan nu al een schoon bed? Nu zit er een schoon bed. Ja, huishoudelijke taak. Huishoudelijke taak. Kijk vandaag nog gezellig wat is. Gezellig. Terwijl de ovenbolletjes lekker in de oven zitten, kijken de kinderen even lekker een filmpje. Gaan we wat kijken? Beertje Paddington. En die vond nu al, hè? Achter de lade, hè? Ja, die waren we kwijt. Dat is een van de favoriete films, hè? Dat was mijn lievelingsfilm. Dat is je lievelingsfilm. Ook. Zo, we hebben een hele leuke carnavalsvideo opgenomen voor op het kanaal van... Lucilla. Van Lucilla. Ze wilde heel graag weer... De kinderen die vragen zich zo vaak... Mam, pap, wanneer gaan we weer video's maken? Vooral deze hier ook. Hij is bezig met een weekvlog. Ja. Die komt ook op zijn kanaaltje. Want hij vindt het gewoon zo leuk om zelf ook video's te maken. Ja. Dus dat ga je vanzelf online zien. Dus vandaag ook weer een hele leuke video in verband met de carnaval. Omdat de kinderen heel veel carnavalskleren hebben en willen verkleden. Dus ik dacht, nou, gaan we een leuke video maken voor Lucilla, haar kanaal. Die kun je zien. Volgens mij staat die al wel online, omdat het nu ook een beetje de carnavalsweek is. Maar, ik zei, oh, jongen, helemaal leuk en aardig. Maar er moet vandaag ook opgeruimd worden en het huis moet schoongemaakt worden. Er moet de was gedaan worden, de auto moet schoongemaakt worden. Maar de kinderen willen ook heel graag spelen. Dus, ik heb een leuke compromis. Wij hebben namelijk hier een... Een hele grote dobbelsteen. Een hele grote dobbelsteen. En deze dobbelsteen, die gaan we laten bepalen wat we gaan doen deze dag. Maar, daar zit een kleine twist in. Want Luan en Lucilla, die mogen 3 dingetjes bedenken wat we gaan opschrijven voor deze dobbelsteen. En mama gaat 3 dingetjes opschrijven wat we echt moeten doen vandaag. Wat hun iets minder leuk vinden. En dan gaan we de dobbelsteen laten bepalen in welke volgorde we al die dingen gaan doen. Is dat een goed idee? Ja. Oké, dan gaan we beginnen met nummer 1. Ik pak even een pen en papiertje erbij. Dit is dus het plan. Ik zie dat ik een hele gekke bruine vlek in mijn nek heb zitten. En voordat jullie afvragen, Farah, wat is dat? Ik had net een video hiervoor met hun opgenomen dat ik met de kinderen ging sminken. En waarschijnlijk is het iets van de smink of van de make-up van de kinderen. Dus dan weten jullie dat. De compromis die we dus gaan doen. De kinderen willen heel graag spelen. Papa en mama moeten ook wel heel veel dingen in het huis schoonmaken en opruimen. En aangezien we met het gezin alles een beetje doen thuis... Ik heb mama iets leuks bedacht. We gaan 6 dingen opschrijven die wij vandaag gaan doen. En dan laten we de dobbelsteen bepalen welk van het nummertje we gaan doen. Dus als het nummertje
5 is, dan gaan we doen wat er bij puntje 5 staat. En dat kan iets zijn wat de kinderen leuk vinden, maar dat kan ook iets zijn wat mama leuk vindt. Wat gedaan moet worden. Dus we gaan beginnen met nummertje 1. Mama, weet je? We gaan naar de wasstraat voor onze auto en dan krijgen we een zolly. Boefies. Ja, we moeten ook echt de auto laten schoonmaken. Of niet laten schoonmaken, die gaan we zelf schoonmaken bij de autowasstraat. Want die is hartstikke vies van de wintersport. Maar ja, dan krijgen ze ook altijd een lolly als ze door de wasstraat gaan. Dus dat vinden ze echt wel leuk. Gaan we eerst de autowasstraat opschrijven dan? Nummer 1. Ja, wasstraat. Auto. Wasstraat. Wasstraat. Wat is nummer 2? Oké, nummer 2. Onze speelhoekje even opruimen. Oh, jullie gaan ook opruimdingen neerzetten. Nee, dat vind ik een hele goeie. Nee, allebei. Oké, dat vind ik een hele goeie. Allebei. Nou, prima, mama. Alles opruimen en dat wat jij zei. Al het speelgoed opruimen? Ja. Speelgoed, oké. Speelgoed opruimen. Dan mag Lucilla wat bedenken. Springtouwen? Springtouwen? Ja. Maar dit is een veel te kort touw. Ja, dat kan wel met die. Een springtouwen? Maar dan ga je nog gewoon eentje mee spelen. Zo. Met spelen, ja, dat is goed. Spelen. Springtouwen. Verstoppertje buiten spelen. Verstoppertje buiten? Yeah. Ja! Dat wordt echt heel erg leuk. Mama, tot het strandje. Tot het strand. En tot het rode paaltje. En tot die achterhuis. Oké. Okay. Oh. Nou mag mama weer, ja? Ja. Oké, okay, nummer 5 is de was uithangen. De was uithangen. Oké, nummer 6 mogen jullie samen bedenken. Ga maar even overleggen. De stopdans. Ja, de stopdans. De stopdans? Ja. Nee, mam, ook nog een 7. Ook nog een 7? Maar er zit geen 7 op de dobbelsteen. Dan moeten we gewoon hier aan. Ja, maar zullen we dan nog een 1 doen? En dan nog één ronde. Nee, man, zo lang is de dag niet. Nog een ronde? Nee, ja! Wat wordt die 1? Tekenen. 2 rondes. Kom op, man. Nummer 2 is de wc poetsen. Oh, nee! Ja! Ja, dat is leuk. Op mijn kamer. Slaapkamer pruimen. Ook op mijn kamer. Ja, dat is ook even een klusje. Die mag mama bedenken, nummer 4. Stofzuigen. Stofzuigen. Oké, nummer 5. Nou, dat is snoepen. Snoepen? Nummer 6? Ja, 6. Wat wordt nummer 6? Spelletje spelen. Spelletje spelen? Ja. Dat kan. Spelletje. Spelen. Oké, nou ja, dan hebben we dus een dubbele ronde. Ja, 2 dubbele Dan gaan we dus eerst de eerste afwerken en daarna die wordt heel erg leuk, de eerste. Dit zijn de eerste. Buiten verstopjes spelen. Kijk, dit zijn de eerste. De eerste ronde van de dobbelsteen, die gaan bepalen wat we gaan doen. Maar 4 is toch buiten verstoppertje spelen. Ja, dan hoop ik dat 4 gaat komen. Oké, ik ga gaan Lucilla de eerste keer gooien? Oké, ik ben benieuwd. 4. Wat gaat het worden? 4! En dan gaan we naar buiten verstoppertje spelen. Daniel was trouwens even een afspraak met Luxie. Die komt volgens mij nu net thuis. Kijk, daar is papa. Maar ik ga even, ook al stormt het buiten, even verstoppertje spelen met de kinderen. Dan ga ik jullie zoeken, goed? Oké. 20. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De camera gaat niet echt, 10, dus ik film maar heel erg kort. 11, oh, hij gaat 12, uit. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ik kom. Niemand te zien. Hey, woeseljongen, heb je de kindjes gezien? Heb je de kindjes gezien? Zoek de kindjes. Zoek de kindjes, waar zijn ze nou? Hé, hey, joh, een plasje tegen het steen. Pepje, waar zijn de kindjes? Ja! Ik heb je gevonden. Wat zeg je? Kijk,
Wat? Waar is Luan? Aangezien Luan heel ver weg zit en ik heb mijn bril niet op, dus ik kan niet goed ver weg kijken. Ik wel. En Lucille gelukkig wel, is hij ook? Volgens mij moet hij daar ergens zijn. Dus even daar in die bosjes kijken. Daar moet hij ergens zijn. Maak eens een geluidje. Nee, daar mocht hij niet heen naar het speeltuintje. Dat is te ver weg. Nee. Ik weet niet waar hij zit. Luan, maak eens een geluidje. Ah, daar komt hij aan. Waar was jij? Ik kreeg het lichtelijk benauwd. Waar was jij, jongen? Luan had een hele goede verstopplek gevonden. En die wilde hij even laten zien. Oh, waar zat je? Zat je helemaal hier? Wat een goede plek, jongen. Kijk, nou, we gaan weer terug naar ons huis. Hè? Dat is helemaal daar. Ja. Oh, en dan komt Lucilla aangehuppeld. Afrika, de stok, ja. Wij zijn weer in huis. En we hebben hier weer de dobbelsteen. Die gaat bepalen wat we nu gaan doen. Help. Nou, jongen, ga je ermee voetballen? Ja. Daar komt hij. Oké. Okay. En 5. Wat is 5, jongens? Was op Oeh, ja, dat is de was uithangen. Nou, dan gaan we eerst de natte was eruit halen. Want dit is de was die klaar is. Die moeten we, even uithangen. En dan is dat de donkere was die er weer in moet. En dan is dan weer het volgende wasje. Oh. Zo, haal alles er maar uit. Oh, dit is echt nat. Ja, dat is schoongewassen. Nee, dit is echt nat. Ruikt die lekker? Ja. Dat ruikt lekker, hè? Is hij lekker fris? Oeh, lekker. Gaan we eerst even de natte was een beetje uitvouwen. En dat we daarna allemaal lekker kunnen ophangen. Lucilla kan alleen maar ruiken aan de was. Lekker, hè, jongens? Goed zo, jongen. En dan hangen we hier alles mooi op het washekje. Rekje. Hartstikke goed. Ja, zal ik je maar even een beetje helpen? Zo, en tijd om even lekker een lunchje te eten. Weet jij een boertje, Sil? Ja. Ik had net de camera niet aanstaan. Dus die staat er niet op. Nee. Hé, wie komt eraan? Oh, wie komt eraan? Luxie. Luxie heeft een lekker slaapje gedaan. Papa. Met papa, hè? Was je met papa mee? Nee. Ja, je had een afspraakje met papa. En toen was je in de auto in slaap gevallen, zei papa. Ja, schatje. Wij zijn klaar met de lunch. En Lucilla mag weer met de dobbelsteen gaan gooien. 1, 2, 3. Wow, wat wordt het, wat wordt het, wat wordt het? Sorry. Nummer 3. Wat is 3? 3. 1. Springtouwen. Yeah. Lucilla die heeft daar een... eigenlijk is het een lasso. Maar ze gebruikt het als springtouw. En ze springen. Maar we kunnen ook doen dat wij draaien en dat jij dan erin gaat springen. Wacht. Volgens mij is die nu een beetje aan de lange kant voor jou. Daarom is het lastig. Hij is iets te lang voor jou, Lucie. Oké, Lucilla is echt een doorzettertje. Als er iets haar niet lukt, dan gaat ze net zo lang door tot het wel lukt. Goed zo! Ja! Wat goed voor jou, Sil! Is voor... Luan! Dus ik mag geen 3, geen 4, geen 5. Of 6? 1, 2 of 6? 1, 2 of 6. Ja. Oké. 2! Nee, speel goed opruimen. Nee! Ja. En dan hebben we het vooral over dit hoekje, jongens. Want dit hoekje, is altijd zo'n... Als er een speelgoedbom ontploft is. Ja, je moet eens kijken wat er allemaal ligt. We hebben hier een lege speelgoedmand. En dan gaan we alle speelgoedjes gaan we daarin doen. Niet de boekjes, liefie. De boekjes leggen we allemaal netjes op een stapeltje. Die doen we dan in de grote mand. Ja, dus een toetoet. En alle boekjes even op een stapeltje leggen. Ja, dat is beer, hè? Dat had ik helemaal niet meer gezien. Een spuitje. Kijk. Tada! Zo, ik vind het keurig. Zo.
Wauw, wauw, dat was een mooie uithaal. Ik vind dat jullie dat keurig hebben opgeruimd, twee, kinderen. Twee. Ja, dat, ja, dat was nummertje 2. Misschien wil Luxie nu wel met de dobbelsteen gooien. Luxie, wil jij gooien met de dobbelsteen? Gaan we eens even kijken. Jij mag het eerst vasthouden. En dan gooi je maar weg. Wat wordt het? 6. Wat is 6, Luan? Stopdans! Stopdans! Zo! Stopdans! Goed zo, dan gaan we de stopdans doen. Ushumaya hey. En dat was, kijk, de auto was eruit. Maar aangezien het nu heel erg vies weer is buiten en de kinderen zo lekker aan het spelen zijn, slaan we even het blaadje om, want we hadden dus nog een blaadje. En dan gaan we door met deze cijfertjes allemaal. En dan mogen we weer gooien met de dobbelsteen en dan bewaren we die auto wassen even voor straks. Goed? Ja, dan gaan we even nog lekker binnen, want ze zijn zo lekker aan het spelen. Nou, wie was er ook weer aan de beurt voor de dobbelsteen? 1, 2, 3. Wat gaat het worden? En dat is tekenen! Yeah! De meisjes zijn even lekker rustig aan het tekenen in het tekenhoekje. Mama, jou helpen, schatje. Kijk, met de Hello Kitty. Even kijken, ik teken nu met links. Daar ben ik ook heel goed in. Kijk, ik doe die inkleuren. Ik ben heel goed in het rechts. Ja, rechts, hè? Je bent ook rechts, hè? Ja, dat is je linkerhand. Maar welke stift doe je tekenen? Met de rechterhand, dus jij bent rechts. Priscilla vindt dat een heel lekker werkje. Dan zit ze heel stil. Met waarschijnlijk een tongetje uit de mond. Nee. Toch of niet? Oh nee. Meestal met een tongetje uit de mond heel rustig te tekenen. Ja. En dit is het weer, jongens. Dat is toch een trieste bedoeling buiten. Zo, we hebben even lekker een lolletje te snoepen. Het is tijd voor de volgende ronde van de dobbelsteen. Wie was er ook weer aan de beurt? Luan? Ben ik heel erg benieuwd wat het gaat worden. Gooi maar, mama. Oeh, wat wordt het?
Nummer 2. Wat zou dat zijn? Hey mam, precies. Ja, dat is, ja, de wc poetsen, jongen. Oh, wat leuk. Ja? Mag ik de wc poetsen? Ja, je mag de wc poetsen. Ben je klaar? Ja, heel goed. Doe dat op de manier. Ja. Ja, dat vindt Lucilla een heel leuk klusje. Ja. Ja. Goed zo, Sil. Heel goed. En even je handen los. Mam, ik moet de wc poetsen. Ja. Tijd om weer de dobbelsteen te laten bepalen wat we gaan doen. 1, 2. En het is? 1. Oh, die hadden we al. Mag je nog een keer gooien, Lux? Ja, die hadden we al. Gooi maar nog een keer, Luxie. Luxie, ja, dat was 1. Maar je mag nog een keer gooien. En het is? 4. Wat is 4, jongens? Zuigen. Goed zo, stofzuigen. Nou... Dat kan Lucilla ook als de beste. Oh, ja. Dat is de kast waar alles uitvalt. Dan hebben we hier de stofzuiger. Uit de kast. Past allemaal net hier. Maar het past. Ja, dus alstublieft. Dat hebben jullie hartstikke goed gedaan. Lucilla en Luan, de stofzuiger. De wc gedaan. Oké. En dan hebben we nog... Oh, lekker. Slaapkamer opruimen. Ja, dat is nummer 3. Slaapkamer opruimen. Dan hebben we nummer 5. Snoepen. En dat is snoepen. Maar jullie hebben eigenlijk al een lolly in de mond. Nummer 6 is een spelletje spelen. Luxie mag gooien. Gooi maar naar mama toe. 1, 2. Oh, het is nummer 6. Wat was 6? Spelletjes. Nou gaan we naar de spelletjeskast. We hebben hier de spelletjeskast. Volgens mij gaat Luan voetballen. Met de dobbelsteen. Wat voor spelletje gaan we spelen? Wat voor spelletje? Huismoontje, beusje niet. Dan gaan we... Wie doe ik nou net een dier? Doe een dier nou. Oh ja. Doe een dier. Deze, hè? Nou, gaan we die even pakken. Als niet alles eruit valt. Ja, oké. Okay. Doe een dier na. Oké. Okay. Nou, is veel te makkelijk voor jullie. Maar welke startpaard? Dat is 1. Oké, wat doen ze dan aan, Luxie? Tijger! Nee, oh ja, het was een tijger. Maar ik heb er nog één, hè? Oké, okay, doe maar nog één. Vlinder. Luxie mag even. Luxie doet er oké na. Die vindt mama heel erg eng. Dan is het een Luxie. Nee. Dan moet je niet zeggen dat het een nijn is. Ze zegt nijn. Mag zien. Nee. Hey, hoe doet een nijn dan? Wat doet een nijn? Luxie. Luxie. Nee. Dit is ze. Hey. Nijn, dat doet een nijn, hè? Laat zien, jongen. Paard. Een poes. Een paard. Nee, we vinden poesen heel erg lekker. Klausen! Ja! Oké, okay, Sil, je moet of 3 gooien of 5 gooien. Ja. Goed? 3 is de slaapkamer opruimen. Hier heeft ze nog een trui en die moet in de... Was. Was, man. Eén maar. Ja, want we hebben net de was erin zitten. Ben eigenlijk net iets te laat mee. Lucilla hier allemaal van die manden met allemaal speeltjes erin. Al knuffels, en Lucilla die spaart knuffels, Cecil. Ja, die is heel gek op knuffels. Dus in al deze manden hier zitten allemaal knuffels die ze overal... vandaan heeft. Daarom lijkt het heel vol, maar het zijn allemaal knuffeltjes. En een Barbie. Ja. Nou, jouw kamer. Waar is ja, jouw kamer? Ja, je zei dat Lucilla knuffels spaart en ik... Boksen. Ja. Laat maar eens zien dan, jongen. Wat spaar jij allemaal op je kamer? Vooral heel veel boksen. Heel veel boksen. Er was laatst trouwens een mama die vroeg welk merk van die box was. Want haar kindje had die box gezien, die bij jouw kamer, die wou ook wel zo'n box hebben.
ook zo'n box. Nou, deze is dus. Misschien kunnen we even al die boxen laten zien. Dan weet je precies van welk merk het is. Okay. Het is niet gesponsord trouwens. Nee, we hebben zelf betaald. Nee. Nou, deze is dus van iDance. Ja, dit is ook iDance. En die ook van iDance. Nee, ja. En beneden ligt ook nog deze box. Dit is een JBL. Ja, JBL. De Flip 4. Nou, hier hebben we het rommelhoekje. Ja. Of het bureauhoekje van Luan. Dit is trouwens allemaal voor zijn videoclip. Dat hebben we hier even neergelegd. Het zijn de kleren voor zijn videoclip. Ja. Wat gaat komen in maart? Spannend, spannend. Oh, superleuk. Mag niet zien. Ja, dat hebben ze al gezien in de vlog toen we het gingen passen. Dat was een tipje van de sluier. Cowboy. Dat was een cowboy. Oeh, oké. Dat was weer een klein stukje. Maar Luan gaat even dit bureautje opruimen. Want dit is eigenlijk altijd een beetje een rommeltje. Als hij weer... dat heeft altijd heel veel zin in. Ik heb zoveel huiswerk altijd. Wat voor huiswerk heb je nou allemaal, jongen? Vak zegt juf. We maken het rekenboek niet helemaal af. Dus thuis mag je nog een paar spelletjes even afmaken. Ah. En dan, kijk, dan doe ik altijd streepjes eronder. Dat je dit kleine spelletje doet. Want als deze hele... bladzijde afmaakt, dan gaat die sneller op. En want ik vind rekenen zo leuk. Ah. Dus dat doe ik ook hier. Maak van de vakjes 3. Voor 3, 1 bij 1. Ja. Hier is deze hele rij bij rij. Ja. En eigenlijk zo doe ik het helemaal verder. Goed hoor. Kijk, rekensom bij rekensom. Ja. Dus eigenlijk, 17, 19, 20. 21, 22 en dan gaat het zo ver. Dus eigenlijk vind ik het wel leuk. Ja. Oké, maar ga je dit nou even een beetje netjes maken? Ja. Ja, dat was wat we erop hadden gezet. Wie zit daar aan het lampje? Is dat Luxie? Luxie onder het bureau. Heb je de bal van Sammy, Luxie? Zit Sammy toch niet in, hoop ik, hè? Oh. Dat zou niet zo handig zijn. Zit erin! Nee, zit er niet in. Ja, daar is Sammy. Sammy is lekker aan het spelen. Ja, doe Sammy maar even niet in de bal, liefie. Als jij dan met Sammy gaat gooien in de bal, dan vindt Sammy dat niet zo leuk. En zoals jullie weten, heeft Luan ook een Ferrari, jongen. Ja. Ja, kijk. Een echte grote Ferrari. Dit is een Ferrari uit zijn videoclippen, jongen. Ja. Ik hoef geen Bentley, pak wel de trein. Oh nee, dat is een Bentley. Wat was de Ferrari op de Ferrari. Mijn Ferrari die past in mijn hand. Mijn Ferrari die past niet in mijn hand. Want hij is zo groot. En het is weer opgeruimd. Ja, toppie gedaan. Wie echt wil zeggen, waarom heb je opeens nu heel veel huiswerk? Nou, we deden ook een paar dingen. Ja, we hebben daar ook heel veel dingetjes in gedaan, hè? Yeah. Ja, dan is het weer netjes opgeruimd. Ja. Heeft Sammy maar een kusje? Goed zo. Hey, dag Sammy. Sammy gaat weer in zijn kooitje. Ja, doe maar weer dicht. Dag. Wilt hij niet in het kooitje? Hé, wat heb je dat netjes opgeruimd, liefie? Heel mooi. En je poppen weer netjes neergezet. Heel erg netjes gedaan. Oh, kijk eens. En Lucilla die slaapt altijd met heel erg veel knuffels. En Luan die mag weer gooien met rommelsteen. Goed alsjeblieft. 5. En wat is het? Oh, 3. Nou, dan mag je net zo lang gooien. Totdat je gewoon 5 hebt, jongen. Er zit niks anders meer op. Wat? 5? Hey, hartstikke goed. Nou, pak maar wat lekkers. Kijk, en dan hebben we alles helemaal gehad. Goed zo, jongen. Oeh, wie lust er een lekker snoepie? Oh, ik zie ook. Dat was de dag bepaald door de dobbelsteen. Wat vonden jullie ervan? Leuk. Ja? We hebben heel erg veel gedaan vandaag, jongens. En ook weer goed geholpen in het huishouden. En lekker gespeeld. Terwijl de kinderen nog even lekker gaan chillen op de bank met de dobbelsteen. Daar, pak hem, Lux. Pak hem. Is vader alweer lekker druk in de weer. We hadden vandaag hebben niet echt tijd gehad om boodschappen te doen, tenminste. Het waait heel erg hard en we zijn eigenlijk voor de rest de deur niet uit geweest. Dus we hebben hier nog brood, hadden we nog over van de vakantie. Ja. En is papa lekker tomatenpuree op doen en kaas en... salami, dat we een soort van lekkere pizza's nog deze hebben. Deze zijn voor de kinderen. Deze ga ik voor mama en mij leggen met olijfjes. Oh ja, handig olijfjes, hè? Ja, die, lekker. Ook nog tonijn. Wil je ook nog tonijn op? Ja, dat is nog lekker. Heel erg lekker. Ja. Gaan we lekker smikken. Ja, nou, we sluiten de vlog bij deze ook weer af. Dit was onze chill hangdag in het lekkere weekend. Met ontzettend vieze weer buiten. We hebben trouwens wel buiten verstoppertje gespeeld. Ja, net voor alle losbaar. Dus we hadden geluk. Het waarde wel heel hard. Nou, de auto schoonmaken, dat doen we weer een andere keer. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik je onder op een spelletje. En we zien je graag morgen weer in de nieuwe vlog. Tot morgen. Voeg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan.
Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf niet staan.